Als ik samen met de cliënt de voetbehandeling klaar heb en ik doe die oefening. En ze merken, als ze gelopen hebben, merken ze dus dat het al verlichting geeft, dat ze anders lopen. Dat is al heel fijn, want dat geeft mij ook een goed gevoel dat iemand de deur uitgaat en zegt, oh, het lijkt wel op ik op rozen loop. De opleiding voetconsulent vond ik heel erg belangrijk, omdat het een aanvulling is op mijn pedicurepraktijk. Bijvoorbeeld om bepaalde klachten te verminderen of die helemaal weggaan. Bijvoorbeeld eeltplekken, veel eelt. Dus als de voet losgemasseerd wordt of je doet bepaalde oefeningen, dat dan dat soort dingen verminderen of zelfs verdwijnen. Ik zou deze opleiding zeker aanraden aan pedicures als aanvulling op je praktijk en als aanvulling op je voetbehandeling. Je komt bepaalde dingen tegen waardoor je met bepaalde oefeningen klachten weg kunt krijgen. Nou, ik kan me voorstellen dat je zou twijfelen om een oefening mee te geven aan mensen. Maar in principe gaat het eigenlijk heel makkelijk, want ze willen natuurlijk allemaal graag goed kunnen lopen. En als ze dat gedaan hebben, dan merken ze zelf dat het beter gaat. En dan lopen de mensen heel vrolijk weg en dat is gewoon leuk.